Elias hier. Vandaag neem ik je mee naar Engeland, maar niet naar het vasteland. We gaan naar een eiland ten zuiden van de havenstad Portsmouth, in het zuiden van Engeland, genaamd de Isle of Wight. Dit eiland heeft namelijk een mooie erfgoedspoorweg die de Island Line wordt genoemd. In de video die hierna komt vertel ik je meer over de lijn zelf, want in deze video geef ik een korte introductie over de trein. Die lijkt namelijk erg goed op de trein uit de vorige video. De spoorweg wordt bediend door oude metrocellen van, de London Underground. En als je dacht dat de treinen van de Bakerloo Line uit 1972 oud zijn, dan zijn deze uit 1938 nog veel ouder. Maar ze rijden nog altijd om voornamelijk toeristen en eilandbewoners van en naar het binnenland en de haven te brengen. Veel plezier met de video en goede reis! Welcome to this class 483 multiple unit in Network Southeast livery. During this brief introduction, we will go through the start and stop procedures. Climb aboard to get started. Oké, we zullen maar meteen doen wat er ons gezegd wordt. Dus we gaan even naar het overstaande perron. We gaan over de brug lopen. Waar we jammer genoeg niets doorzien. Ja, voor treinspotters is het wel een beetje een jammere plek, want we zien er net niet over. Ja, dit is een van de collectibles. Dit is onze trein voor vandaag. Insert the master key to enable this cab for driving. Accent. Wat een kleine deur. Als je dacht dat de Bakerloo Line treinen klein zijn, dan denk ik dat dit nog erger is. Oké, climb up of gewoon naar beneden waarschijnlijk. Oh, dat is bijna net hetzelfde als de Bakerloo Line trein. Die gaan we insteken. En aan. Switch the headlights to on. Voilà, die staan aan. En dan gaan we ons stoeltje naar beneden klappen. A lot of your time will be spent in the driver's seat. Ik heb trouwens gezien dat de makers van het spel dit echt hierin hebben gestoken, dat je dit stoeltje naar beneden kan klappen, omdat anders de deur niet open kan. Dus om de deur te openen moet je effectief het stoeltje naar boven klappen. Kleine wist je datjes. Insert the reverser key. Oké. Move the reverser to the forward one position. Now move the train brake into the released position. Minimum hold released. Move the master controller into the shunting position. To start moving forward slowly. We zijn een beetje naar beneden aan het, of naar achteren aan het bewegen. Oké, en we bewegen. Vrij snel eigenlijk al. We moeten naar right St. John's Road. To prepare the multi-unit for stopping, you can use the brake lever. Set this to EP hold. Oké, binnenkort moeten we dus gaan afremmen. Ik weet niet wat onze maximum snelheid is. Ja, 20 mijl per uur. Ik wil het toch nog een beetje sneller gaan. Ja, we waren het over een wissel, dus dan kunnen we niet snel rijden natuurlijk. Oké, een beetje remmen. Nog een beetje. Oh. Ja, ik moet de trein ook wel gewoon worden blijkbaar, want ik dacht al meteen dat we niet genoeg aan het afremmen waren. Zo. Normal, min, hold, max. En die moeten we nu uitzetten. Zo. Oh, moesten we gewoon uithalen. Die moet terug naar uit en eruit halen waarschijnlijk. Headlights are important in letting others around know that this multiple unit is operational. Go to the opposite cab to start this service.
Nou, er zijn veel knoppen eigenlijk. Ik ben nu veel aan het vergelijken met de versie die in de Train Simulator versie, de gewone versie hebben, zeg maar het zusterspel. En dat is een wereld van verschil. Het interieur ook, ja, alles is gewoon zoveel mooier en gedetailleerder. Normaal gezien mogen we hier dus niet doorlopen, maar wij mogen dat wel, omdat we de bestuurder zijn natuurlijk. Aha. Oké, dan gaan we naar voren lopen. Moeten we nu nog een... Oh nee, we hebben maar twee wagons. Deze moeten we er terug insteken. En aanzetten. Stoeltje naar beneden. Deze geluiden. En... terug naar aan. Oké, kijk, we moeten nu zelf kiezen wat we doen. Ik denk dat we terug ook de lichten moeten aanzetten. Headlight on. Deze uit. Zelfs dit klinkt anders dan ik me had voorgesteld. Gewoon in de Train Simulator is het een gewone fluittoon, maar hier klinkt het veel lager. En waarschijnlijk mogen we in dit station passagiers op de trein laten. Het moet wel even de controls gewoon worden, blijkbaar. Oké, open het dispatchmenu. Dat kan ik ook met de controller die ik heb. Kunnen we dit raam openen? Oei, maar daar is wel geen geluid van. Raar. Oh, maar niemand stapt in. Nee. Deze man moet op het andere perron zijn. Hè? Gaat hij? Ja, stap maar in. Toch iemand. Oké, dan mogen we de deuren ook weer dicht doen waarschijnlijk. Move the master controller into the full series position to start moving forward with more power. Full series. Moeten we niet eerst de remmen loslaten? Full series, oké. Hier gaan we. Oh, we gaan richting Right Pierhead, denk ik. En hier is de maximum snelheid 20 mijl per uur. En ons volgende zijn binnen 1,1 mijl. Kan ik me weinig inbeelden hoe ver dat is natuurlijk, maar het ons volgende sein is dus rood, een gesloten sein. Er zijn een aantal echte seinen, nog ouderwetse seinen, en er zijn ook een aantal lichtseinen. Remmen, want ik heb het gevoel... Ja, we gaan naar beneden. Rechts onder in het scherm, boven alle metertjes die je ziet, zie je 1,5%. Nu rijden we dus te snel, omdat we naar beneden gaan met 1,5%. En onze trein gaat dus ook sneller als we een berg naar beneden rijden, of een heuvel.
Full parallel, dat is het. Dat is de volledige tractie die we geven nu. Dit is wel een oude trein, dus we moeten er rekening mee houden dat hij niet zo snel kan gaan. Hij remt heel goed eigenlijk. Dat had ik niet verwacht. Oké, en nu onze deuren openen. Wel vreemd dat we niet aan het einde van het platform, of aan het, ik zeg altijd platform, wat het vertaald is uit Engels, aan het einde van het perron moeten stoppen. Maar we hebben wel alle wagons. En normaal gezien, als ik het goed heb, als we nu uitstappen en dit openen, kijk, zie je wat ik bedoel? De deur gaat dus net nog open. We hebben net even de tijd om ons ijsje te eten. Dat is een collectible. En hier normaal gezien ook, die heb ik al gezien in de trailer, denk ik. Ja. En nu mogen we dus onze deuren dicht doen, niet vergeten. Ik wil even kijken of dat hier eigenlijk ook kan. Doorlock. Ah, het gaat dus ook, oké. En we kunnen weer weg. Dit voelt echt zo leuk om een oude trein te besturen. En normaal gezien ben ik hier niet voor te vinden, want ik ben wel meer fan van modernere treinen. Maar dit gevoel is toch echt wel iets leuk. En ik denk soms echt in mezelf, als ik het de mogelijkheid had om een oude stoomtrein of een oude lijn die wordt onderhouden, oude hobbyisten, zo heet dat. Want soms heb je dat, je hebt dat in verschillende steden waar dat is. Ik zou er meteen als vrijwilliger bij gaan werken, want het is echt iets dat ik wel eens zou willen doen. Maar jammer genoeg hebben wij dat hier niet bij ons. We hebben er wel een in de provincie waar ik woon. En ik weet er nog een paar in het land hier in België, maar het is een beetje te ver. Maar het zou echt wel leuk zijn om dat als hobby te doen. Hoe leuk is het om een oude stoomlocomotief of zo te onderhouden, of om er zelfs mee te leren rijden? Als hobby moet dat toch fantastisch zijn. En nu komen we aan het eindpunt waar ik niet mag vergeten om af te remmen, want het is hier 15 mijl per uur toegelaten snelheid. En het is Ryde Pierhead. En vanaf hier kunnen toeristen of ja, inwoners de ferry nemen. Dat is dus waarom dit station er is. Oeps, een beetje te ver. Zo. Shut down the A-cap. Oh, welk geluid hoor ik hier? Change caps, maar moeten we niet. Ik ga wel de deuren eerst openen. En nu moeten we eerst dit naar off zetten. Wel raar. Nu toont hij ons niet hoe we dit allemaal moeten doen. Maar ondertussen weten we het al. Hè. We gaan even via het perron. We kunnen deze deur niet dicht doen. Ah. Ik toch even zo doen. Ja. Oh, maar dit moet ik dus wel nog doen. Als ik vergeten. Even het stoeltje terug omhoog. Dit vind ik echt wel. Dit vind ik nu al de beste functie van deze trein. Dat we het stoeltje kunnen naar boven en naar beneden klappen. Window. Wauw. Wauw. Hoe leuk is dit? Het zit hem in de details, hè? We kunnen dus de raampjes open en dicht doen. Aha. Dit waren we dus vergeten toen we dus naar de andere kant gingen, naar die kant, was ik het stoeltje vergeten omhoog klappen. En dus de deur gaat niet open. Ik ben dus in mijn eigen val getrapt. Sorry, ik was even tegen de micro gebotst. Nu gaan we even de deuren dicht doen. Dit moet je dan wel terug aanzetten. Voelt net alsof we in de 1972 trein zitten van de Bakerloo Line.
Dat gaan we ook aanzetten. Dan denk ik dat we weg zijn. Als dat lukt. Nee, het lukt niet. Want dit zit er nog niet in. Ik ben al bijna vertrouwd met deze trein. Vraag ik me wel af of we kunnen veranderen wat onze bestemming is, want ik heb gezien dat er vooraan... Ja, er is dus een manier om onze bestemming aan te tonen, maar ik heb niet gezien hoe we dat moeten aanpassen. Oh, dit kan open. Fantastisch. Dat kan dus niet in de treinen van de Bakerloo Line. En dat is om de simpele reden omdat we niet in de tunnels mogen. We kunnen ook niet in de tunnels. We hebben geen toegang, omdat we de bestuurder zijn. Hier moeten we dus niet stoppen. Oké. Ik weet niet of we nu helemaal nog... Go via location. Oh, we moeten dus helemaal niet stoppen. Hier ga ik een beetje remmen. En nu schakelen we over naar het linkerbaanvak. Oh, nu zijn we dus al veel te snel aan het gaan terug, omdat we terug naar beneden rijden. Je moet echt letten op mijn snelheid. Ik ga een beetje deze route moeten verkennen, denk ik. Aha, en daar zie ik al een geel sein.
hou ook van de details in de sporen. Je ziet dat het oude sporen zijn, omdat er allemaal bloemetjes tussen gegroeid zijn. Het is de charme van een erfgoedlijn. En nu moeten we dus terug omkeren. Terug dezelfde routine. En ons stoeltje omhoog klappen, voor we het vergeten. Hallo, we vertrekken binnenkort, dus blijf gerust zitten. Ik ga even terug naar de andere kant. We hebben dus een paar passagiers, ik weet niet of dat de bedoeling is. Dat is wel iets wat me stoorde bij de treinen van de Bakerloo Line. Daar zitten altijd, of het is gewoon bij alle treinen eigenlijk in het spel, daar blijven de passagiers zitten, ongeacht of je nu in dienst bent of niet. Dus dat is wel heel jammer. Daar kunnen wij nu niets aan doen natuurlijk, de makers van het spel wel. En we zijn weer weg naar de andere kant en we gaan terug naar het depot. Omdat het scenario nu gedaan is, geloof ik. We hebben de trein een beetje leren kennen. Oh, we moeten hier stoppen. Oeps. Bijna een aanrijding met een andere trein. Zo. En nu? Koppelbutton. Oh, we moeten koppelen met een andere trein. En we zijn gekoppeld. Oké. Ik ben dus gewoon om een automatische koppeling. Wel niet gewoon, maar ik dacht, we zijn vandaag 2020, dus onze treinen koppelen automatisch. Dus dat was dus niet het geval. Nu moeten we de handrem gaan opzetten, heb ik begrepen. Handbrake to fully applied. Oh, leuk. Oké, dat is dan ook gebeurd. Westinghouse hold. Ah, dit is de Westinghouse brake. Good work. That is the basics covered. A manual can also be obtained that provides more details about the full functionality of this multiple unit. Welcome to the Isle of Wight. Become a driver on the wonderful island line and take commuters and tourists to their destinations on this famous holiday island. Take to the controls of the vintage BR Class 483 and connect key locations along the line from Ryde Pierhead to Shanklin. Along the way, don't forget to place route maps, validate tickets, take ice creams and trigger cameras. This is the Isle of Wight. Een beetje een vreemde afbeelding op de achtergrond. Dit was dus de introductie voor de Isle of Wight, de klas 483 introductie. Ik ga ook nog een video maken waarin ik de volledige route doe, dus de volledige route ontdek en ook een beetje commentaar bij geef. Dan kunnen we dat ook even ontdekken. Laat vooral weten wat je van deze video vond. Vergeet niet om te abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien. En dan wens ik je nog een goede reis en tot later.